10 jaar. Een decennium. Dat is de tijd die de ID3 scheidt van de Nissan Leaf die in 2010 verscheen en de meest verkochte EV ter wereld is. De pionier van de EV's. En sinds 2018 een tweede generatie. Met een knapper, harmonieuzer uiterlijk. Alsof hij niet meer bang is om zich te laten gelden. Om deze reden kreeg het model een krachtigere variant die sneller oplaadt en over een grotere batterijcapaciteit beschikt. Die accu zit nog altijd onder de vloer, zodat hij niet ten koste gaat van de binnenruimte. De koffer slikt nog steeds 400 liter, wat veel is in dit segment. Met 217 pk en 340 Nm voor de 62 kWh versie zetten de prestaties een spectaculaire stap vooruit. Net als het plezier. Het i-pedaalsysteem maakt het mogelijk om met één pedaal te rijden, zodanig dat je kan versnellen, remmen en zelfs stoppen met je rechtervoet. De Leaf biedt ook het ProPilot semi-autonoom rijden aan, een pluspunt qua veiligheid en comfort.